jaar en dag, 15 jaar lang is Bordeaux vitaal. En dan zeggen ze, hij moet met pensioen. Dat is hem niet aan te zien. Hij had makkelijk zoveel jaren meegekomen, maar ja, pensioen is pensioen. En Thijs staat natuurlijk nu aan de kant. En we gaan hem huldigen voor de gastvrijheid, jaar en dag bij jou genoten. Na afloop soep en broodjes en een lekker glaasje. En vragen Marian, Marian de Vouw, waar is ze? Onze gastvrouw, Marian, een taartbloemen. Voor Thijs, dat verdient hij. Doe het rustig aan voor Thijs. Thijs, bij jou bekend ook, de sporthal hier in Paardrijd, Sporthal Vitaal. Is met pensioen gegaan. Hopelijk mag je nog een lengte van jaren genieten van een goed pensioen. Goede gezondheid, alle lieve mensen omheen. En een ronde mis beloon jou. Goeie verdiensten. Mensen, de applaus voor Thijs, dat verdient hij. U Thijs, hier uit de Paardrijd. De ronde van Paardrijd. Altijd een hele mooie ronde en altijd een hele goede wielersport. Ik ook in het Rijnmondgebied rond hier thuis te lopen. Zo'n grote plaats moet mogelijk zijn om een grote wedstrijd te rijden. Ja, het moet kunnen. De wielersport die leeft enorm natuurlijk. Als je ziet hoeveel mensen interesse hebben in dat spektakel daar in Frankrijk. Er moet iets van terugstralen naar Zuid-Holland, naar Nederland. Dat is heel goed dan voor mij. Veel plezier van gaan krijgen in de toekomst. Als hij bij je langs komt. Niet te hard rijden jongens, dan anders wat ik hou. Hè. Dan is hij erop op zijn nationale kampioen. De fotograaf heeft het werk. Koos Roka zal ook voor de radio overbrengen via Radio Rijnmond. En als Johannes nog een bril nodig heeft, een zonnebril, krijgt hij van Kees. Dan spreken we af. Kees, een mooie bril op zoek gedaan voor Johannes. Niet zo snel een de brandbril, maar gewoon een fijne Keesbeleugel speciaal bril. Burgemeester Van der Brink, burgemeester, hartelijk welkom in de ronde. Fijn weer bij terug te mogen zijn. De gemeenteraad vind ik, we hebben er wel een beetje lang over gedaan om weer parcours te vinden. Ja, vindt u? Ik vind het wel. Ja, maar je kunt er iets langer over doen. Een uitstekend parcours vinden, dan gaan ze zitten rollen. We hebben nog met 5 seconden jongens voor de start. We gaan het wegenlijf en de burgemeester schiet hem maar weg. Dankjewel. Burgemeester Van der Brink van Baardrecht. Ik zeg nogmaals, we zijn blij dat we hier weer terug mogen zijn. Ons hoogheer publiek, dat bent u. En daarom gaan we staan om hier vandaag mee te nemen in de keuken van de wielersport hier. We gaan hier vertellen over de renners en over wat er gebeurt. Door waterschotkoeltechniek, dat zijn de schenkers. Met Baardrecht met Melkom Hill, de driekel van Parkpoort en Britstol Bingo. Met Harry Taylor, de driekel van Parkpoort, Britstol Bingo. Met Giel Jongejan. Met de politieke nakijker Rick Moorman. De band eruit, niemand dan, met Arie Overbeekje. Goed voor de kort hebben gezien, de verschillende woorden in de straat van Amsterdam, Arie Overbeekje. De wagen van Kees Breugel, ook meetkundige specialiste Kees van Breugel. De schenker van Tielronde was de nieuws. Daar komt, daar gaan we hier nu die Veljas worden ja, het puntenpaller voor het teamronde klassement. Dat te zien we. Kijk dan eerst met Hopman uit Koppers aan. Hopman dus, de broer van de jonge junior. Pakt hier in punten mee voor het teamronde met 5-3 benen in punten water te verdienen op de streep. Werkzaamheden vraagt nu vrijblijvend prijsopgave op het telefoonnummer 15096. Pluim helpt hier uit de nood. Het automobielbedrijf komt vandaag voor opdracht met de reparatie van alle werkhouders in de vliegtuig die de zijn eindelijk. De hand van de directie. De lijstrijd van Joop Waterschoot. Waterschoottechniek, dan het beste natuurlijk, koeltechniek is Joop Waterschoot. Waterschoot, koeltechniek. Die we nakijken, kleurrijk veld, amateurs hier. Dat passeert met nationaal kampioen Johannes Draaier. En Leen de Hartig, de locomotief uit Olbeierland, de sluiterij. Iedereen, waar op de wereld? Nou, we doen even goed in de gaten. We draait nog een doel. Na afloop van de koers, dan mag je elkaar de oren wassen. Maar nu niet. Haas en Kempa natuurlijk, dit tijerakker met Calagast ook mensen. Maar het verband met de sister af natuurlijk. Leeft als nooit tevoren, wielersport op zijn best. Hier gebracht ook in de straten van Baardrecht door het wielcomité onder aanvoering van Bas Vermaas.
niet uit. Oh, Kees! Graag, graag! Allemaal met die meekijken. Wij een klein beetje vertogen zijn, wat de RSB maken onderweg met Jan Goerdorp als leider in het 10-ronde-klassement. Jan Goerdorp met 12 punten voor het 10-ronde-klassement. Daar komen ze, John Broers, op hier bij die Witteland. Vorig jaar hebben we een week lang land gereden om te zoeken. Overal vluchtheuvels en drempels laat in de weg. Maar hier kunnen we rondstrekken, hier heeft de gemeente veel van ons gedaan. Dan jongens voor 4 premies. Met 6 koplopers op deze rij. Met Smotje Hendricks in de landlijn hier, met Lorenz Kagenaar, Adi Visser, Aliari, met Tom Kruithof, met Hanemeyer en de Boer. Dan voor 10 premies hier, amateurs, met terugkeer op de streep. Adriaan van Tolderen, met benzine olie. Bij een beetje linkse lijn hier aankomt op een met de eerste, John Broers, tweede wordt bus, je kan net over een beetje bieden bus. Bij de goede op een zesde, Jan Hoogberg van Tolderen. Je banken met Lorenz Kagenaar, Smotje Hendricks. Adriaan brengt de koploper bij elkaar. We hebben hem woensdag zien schitteren, Arie Overbeek, de vriendenbouwer uit Dordrecht, maakt persoonlijk die Fokker-vriendschap nog steeds bijna zijn eentje. Met zijn broers maakt het eigenlijk elke week goed voor een korte prijs in Duitsland. Drie broers. Dan komt hij hier kijken dan met Jan Hoogmoord. Ja, mooi. Ja, de vrienden zeggen jongens, Hoogmoord op voor de met zijn broers en Overbeek. Twee punten voor zijn broers. Marcus Makelaar, op die vandaag erbij. De treffend makelaar. Snel verkopen, Marcus. Wel gaat de jongens voor de premies. Premies per terugkeer te verdienen op de streep. Een premie van Meermarkt Vrijhof. Vrijhof Meermarkt, meer dan alleen een supermarkt. Dat is Meermarkt Vrijhof. Kijk naar de Rick Moorman. Ja, zo rond de 35 seconden achterstand hier voor Moorman. Moorman met Joske Gevers, de Braatlander, de Amsterdammer bij elkaar. Met Kees Spruit. Kees Spruit met Rick de Rotman. Maar hierna kijk hier, dames en heren, van de laatste ronde voor jullie. Laatste ronde voor jullie, laatste ronde. Wel, laatste ronde voor die groep hier. Laatste ronde. Ja, kijk, ben ik open. Dat gaat hard, mensen. Mooie strijd. Spannend, heel of niet? Ja, nee, kom spannend, mensen. Zij houden de spannend in de finale. Waar blijft John Broers? Hier de peloton voor de zevende plaats in de rangschikking. Met Matje Hendricks, met de Jos Gevers. Jongens, dan laatste ronde voor de zevende plaats. De specialist, daar is de winnaar van Paardrecht, de 87. En drie applaus voor winnaar John Broers uit Sint-Paardendijk. Geef je applaus mee. Johnny Broers, John Kerkenaio. John Broers winnaar. Vierde, hoger, derde, hoger, derde, vierde, hoger, beke. Vijfde punten en zesde Buzzekamp. Mooie strijd, Bas. Ja, schitterend, Mel. En ik wil toch eventjes van de gelegenheid gebruik maken om die bewoners van de Oranjewijk. Nou, dat is wel zo verschrikkelijk goed gedaan. Het is gewoon fantastisch. Ik had vorig jaar een domper natuurlijk dat het niet doorging. We hebben ons uiterste best gedaan. Ik heb wel 5-6 parcours ingediend bij de gemeente. En toen hebben de heer Mevorm, die heeft daar ook hard voor gemaakt. Om toch hier in die Oranjewijk wat te gaan proberen. Die dorpel is eruit gehaald. Nou, ik heb enkel maar lof voor al die instanties die dit mogelijk hebben gemaakt. We laten even de heren van de schrijverpers natuurlijk dit goed maken met John Broers, dat wij natuurlijk even uw applaus voor derde aankomende Arie Overbeek uit Dordrecht. Derde maar met zijn landje horen, kort, hupsakee, voor Arie. Twee aankomende, Anton Bouwpoort en Ruud.
Ja, onze Marion. En Marion krijgt ook van de organisatie een mooie tuinbloem mee. Voor haar werk vandaag hier verricht. Met ja, niet lullen, jij geeft de bloemen. Je hebt er veel weer gehaald. Hij leek jezelf, hè? Draai jij er nou even om, Kielis? Nou ja, ik heb al opgenomen. Hij staat er net buiten. Als moe maar zie je dat ik op beeld ben.